Volop onderzoek in Kaatsheuvel. Daar is vanochtend een dode vrouw gevonden in een huis aan de Dr. Schaapmanstraat. Volgens de politie is die vrouw door een misdrijf om het leven gekomen. Er is ook een verdachte opgepakt. Verslaggever Jan Walen, die is voor ons in Kaatsheuvel. Ja, Jan, volop ontwikkelingen in deze zaak al de hele ochtend. Wat weten we tot nu toe? Nou, we weten dat de man die is aangehouden, naar alle waarschijnlijkheid de bewoner van het pand is. Dat vertellen buurtbewoners mij. En die man die is een militair. En om die reden is in de loop van de ochtend de leiding van het onderzoek ook overgedragen van de politie naar de Koninklijke Marechaussee. En het lijkt erop dat de vrouw die om het leven is gekomen, dat ook de bewoner van het huis is. Dus dat de man zijn vrouw om het leven heeft gebracht. Dat is zoals het er nu naar uitziet en wat we horen ook vooral van buurtbewoners die vanmorgen wakker werden en ineens een heleboel politie in de straat zagen staan. Op steenworp afstand van de Efteling, aan een speelveldje, staat het huis waar zich vermoedelijk een drama heeft afgespeeld. Ja, natuurlijk. Daar schrikken wij ervan. Ja. Kent u de mensen goed die daar wonen? Nou, alleen van thuiskomen en weer naar binnen gaan. En ja. Verder is niks. Ja, dus even schrikken. Rond 6 uur werd de dode vrouw gevonden en de man werd aangehouden. Wat zich heeft afgespeeld is onduidelijk, maar vermoedelijk heeft de man zijn vrouw om het leven gebracht. Dat moet in een vlaag van verstandsverbijstering zijn gebeurd, zegt een buurman die niet voor de camera wil reageren. Ja, ik denk hij is in dienst. Een beroepsmilitair, denk ik. Ik weet het ook niet precies, want we hebben er weinig contact mee. En ze hebben kinderen? Ja, 3. Ja, die speelde hier altijd. Op het veld en van hiernaast. Vreemde manier van wakker worden. Ergens wel, ja. Ja. Ja, maar ja, goed. Het is gebeurd. Het is erg zat. Een klasgenootje van een van de kinderen komt een tekening brengen. Of de 3 kinderen iets hebben meegekregen van het drama is onbekend. De grijze auto van de man, met erop het logo van het ministerie van Defensie, staat voor de deur, maar wordt later meegenomen voor onderzoek. Ja, veel verbijstering daar, Jan, in je reportage. Hoe gaat het daar nu verder? Nou ja, er is hier volop onderzoek bezig. Je zag net in de reportage ook dat er zo'n enorme bus van de Koninklijke Marechaussee is gearriveerd. En die Koninklijke Marechaussee die zal nog wel een hele tijd nodig hebben. Ik denk wel de hele dag met sporenonderzoek. Jan, dankjewel voor nu.